Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Als je begint met beleggen of je bent al een tijdje bezig, dan wil je natuurlijk succesvol beleggen. En in deze video ga ik het geheim achter succesvol beleggen uitlichten. Dus laten we snel beginnen met de video. Iedereen die bezig is met beleggen, die wilt inderdaad een serieus vermogen opbouwen, zodat je later geen financiële zorgen meer hebt en dat je zelf kan bepalen wat je met je tijd doet. Dat is natuurlijk een heel mooi vooruitzicht, dat je op een gegeven moment in de situatie terechtkomt dat je denkt, nou ik ga wat minder werken, of je kiest een baan dat je bij jezelf denkt, daar verdien ik minder mee, maar dat vind ik veel leuker, haal ik veel meer voldoening uit. En dat is mogelijk, want ik heb in al die jaren inderdaad een vermogen opgebouwd door te gaan beleggen, waardoor er nu wat meer ruimte is om een keuze te maken en dat ik niet... Rekening mee hoeft te houden van wat komt er daadwerkelijk binnen. Dus heel veel mensen die beginnen met beleggen, ja, die vinden dat natuurlijk een heel mooi vooruitzicht. Want dat zorgt voor financiële vrijheid. En dat doe ik dus niet op bijvoorbeeld 20 miljoen hebben en dat het eigenlijk niet meer op kan. Nee, financiële vrijheid begint niet bij 20 miljoen. Het begint al heel snel, en daar is natuurlijk wel wat tijd voor nodig. Maar ik denk dat heel veel mensen financiële vrijheid kunnen ervaren. En dan doe ik op een vrijheid dat ervoor zorgt dat je keuzes hebt. Dus dat je niet meer genoodzaakt bent om sowieso dit te doen. Maar want anders kom je er financieel niet rond. En dan zie je al dat er heel veel stress van je afvalt. En ik denk dat heel veel mensen daar naar streven. Natuurlijk, iedereen wil 20 miljoen, 50 miljoen. Niemand zal daar nee tegen zeggen. Maar ik denk dat heel veel mensen ook tekenen voor een scenario. Dat ze niet zich echt financieel zorgen hoeven te maken. Dat er wat ruimte is. Dat er meer vrije tijd is. Dat er stress afneemt. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk voor tekenen. En heel veel mensen zijn dan al snel op zoek naar het geheim achter succesvol beleggen. Terwijl succesvol beleggen helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Je hoeft geen cursussen aan te schaffen die je duizenden euro's gaat kosten. Of dat je naar Bali gaat om inderdaad je te omringen met mensen die hetzelfde denken. Dat is allemaal niet nodig. Het succesvol beleggen dat begint gewoon allemaal bij jezelf. En daar is niet heel veel geld voor nodig. Of dat je jarenlang naar school moet gaan. Het is gewoon zo van oké. Okay, Kijk naar je eigen situatie. Weet wat je fout doet op financieel vlak. Verbeter dat en houd dat vol. Bijvoorbeeld, deze quote van Warren Buffett. Dat is natuurlijk een quote die al je vaker voorbij is gekomen. Is ook een bekende quote. En die geeft eigenlijk gewoon aan: spendeer wat over is gebleven na het sparen. En vaak zie je dat mensen het andersom uitvoeren. Die gaan gewoon hun leven leiden, die geven alles uit, en aan het einde van de maand, als er dan toevallig nog wat over is, nou weet je wat? Daar gaan we dan maar mee beleggen, terwijl het juist andersom moet aanpakken, want het is heel erg makkelijk om elke maand al het geld er doorheen te gooien. Dat is helemaal niet moeilijk. En heel veel Nederlanders komen dan ook in de situatie terecht dat ze in de loop der jaren steeds meer gaan verdienen, loonsverhogingen, promotie, etcetera, en als dan wordt bekeken van oké, okay, wat blijft er daadwerkelijk over na jarenlang? Om meer geld verdienen en promoties dan blijft er alsnog net zoveel over als 10 jaar geleden. Daarom is het heel erg belangrijk om hier anders naar te kijken. Dus dat je daadwerkelijk een nieuwe mindset creëert. Want dat zorgt dus ook voor nieuwe resultaten. Natuurlijk, een mindset dat is altijd een beetje een zweverige term... en dat zal echt niet ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijk gaat worden. Maar als je op een bepaald moment in een situatie zit... dat je er financieel niet rondkomt en alles gaat eruit... en je weet niet precies wat eruit gaat, wat er precies binnenkomt... waar je op kan besparen, dan weet je gewoon dat zo'n mindset ontwikkelen Heel erg belangrijk is, zodat je tenminste weet van oké, okay, hoe sta ik er financieel voor? En als je dat weet, dan kan je actie ondernemen. Als je niet weet hoe je er precies voor staat, ja dan wordt het wel heel erg lastig om uit te vogelen wat er daadwerkelijk mogelijk is. Dus het is ook heel erg belangrijk om aan het begin van je beleggingsloopbaan te kijken: van oké, okay, hoe sta ik ervoor? Hoe kan ik dit verbeteren? Elke dag de juiste keuzes maken. Dus elke dag na het werk denk nou weet je wat, toch maar even naar Starbucks of dat je ervoor gaat. En dat je op een gegeven moment van ja, maar als ik Starbucks, doe... ik vervolgens ook meerdere keren per maand thuis bezocht. Ik doe het zus, ik doe zo. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. Je hebt ook nog bijvoorbeeld een tv-abonnement van een Netflix of een Disney of een HBO. Er zijn dan ontelbaar veel. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, kom je misschien tot de conclusie van: ja, het is misschien allemaal een beetje overdreven. Natuurlijk, nu geniet is ook belangrijk. Een keertje naar Starbucks, omdat je denkt, ja, het is hartstikke lekker, dat kan geen kwaad. Maar het gaat er vooral om dat heel veel mensen in Nederland, maar natuurlijk ook in de rest van de wereld allerlei dure gewoontes zichzelf aanleren en op een gegeven moment denken ja, ik kan niet meer zonder mijn koffie van de Starbucks. Maar weet je wat, die koffie, ja, dat ken ik ondertussen nu wel, laat ik er ook wat eten bij halen. En zodoende merk je gewoon dat je steeds meer gaat uitgeven, waardoor bijvoorbeeld het beleggen steeds lastiger begint te worden, want het maakt niet uit hoeveel geld er weer naar komt, het gaat er toch allemaal weer uit. Dus vaak is het geheim achter succesvol beleggen helemaal niet zo moeilijk. Voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders, en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert via de link voor 30 november, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 december terug met een max van 100 euro. Zie je deze video na 30 november, kan het nooit kwaad om alsnog op het linkje te drukken, kans bestaat altijd dat er op dat moment een andere actie loopt, en als je dus registreert via de link in de beschrijving maak je gebruik van de actie, daarbovenop steun je ook nog eens het wat ik krijg vergoeding voor deze samenwerking, kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, het geheim achter succesvol beleggen. Dan kan je natuurlijk kijken naar iconen in de beleggingswereld. Warren Buffett is bijvoorbeeld voorstander van een indexfonds, oftewel een ETF zoals je eigenlijk in Nederland vaak voorbij hoort komen. Dat betekent dat je tegen lage kosten gespreid kan beleggen. En dat is gewoon een manier die steeds populairder begint te worden. Want steeds meer Nederlanders komen tot de conclusie dat zelf gaan beleggen, dus dan echt het uitzoeken van individuele aandelen, ten eerste hartstikke lastig is en ten tweede gaat er ook hartstikke veel tijd in. Zitten. Kijk, ben jij fulltime belegger, dan heb je natuurlijk alle tijd om van alles en nog wat door te nemen. Maar werk je bijvoorbeeld 40 uur in de week, vervolgens heb je natuurlijk ook nog een sociaal leven, je hebt andere verplichtingen, dan denk je niet op de zaterdagavond, als je een keertje eh, wat uurtjes voor jezelf hebt, dat je denkt, nou weet je wat ik nu ga doen? Ik ga allerlei verschillende kwartaalcijfers induiken, analyseren, kijken of ik nieuwe kansen zie. Dus vaak merk je dat mensen het beste af zijn met bijvoorbeeld een ETF. En wat je vaak ziet in Nederland is dat mensen dan nou bijvoorbeeld gaan. Voor een SP 500 ETF. Dat zijn de 500 grootste bedrijven in Amerika gebundeld in één mandje. En dit is bijvoorbeeld de Year to Date Performance. Dus de rendement in 2023 tot en met 20 november. En voor de SP 500 is het natuurlijk ook een heel goed jaar met een stijging van zo'n 14 naar 15 procent. Dus heel veel mensen die inderdaad een ETF's beleggen, hebben gewoon een mooi jaar achter de rug. En natuurlijk is het geen zekerheid dat elk jaar een rendement plaatsvindt van 14%. Als we kijken naar de laatste 50 à 100 jaar is het gemiddelde jaarlijks rendement voor de S&P 500 zo'n 8%. Dus je gaat inderdaad ook jaren meemaken zoals dit jaar dat we 14, 15, misschien wel tegen de 20% meemaken. Maar ook jaren dat we 20% inleveren. Het is dus inderdaad zo dat het gemiddelde jaarlijks rendement rond de 8% blijft liggen. En heel veel beleggers denken bij zichzelf, oké okay, die 8% als je inderdaad dan allerlei verschillende berekeningen Erop loslaat, zorgt het ervoor dat je een serieus vermogen kan opbouwen voor je toekomst. Maar als je nog meer rendement kan behalen, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Dus heel veel beleggers denken nog steeds van, nou, weet je wat? Ik kan het wel beter dan de markt. Het onderzoek wat ik er ook altijd bij pak, dat is namelijk een onderzoek van J.P. Morgan. Die kijkt dan gewoon naar de laatste 20 jaar en die vergelijken dan het rendement van de gemiddelde investeerder met allerlei verschillende investeringsmogelijkheden. Of als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een 60-40 portfolio, of dat je inderdaad kijkt naar small caps, maar bijvoorbeeld ook de S&P 500. Over de laatste 20 jaar, of beter gezegd, van 2002 tot 2021. Dat is namelijk de periode dat dit onderzoek werd samengesteld. En elk jaar komt JP Morgan weer met een nieuw resultaat naar buiten. Maar dit was dus 2002 tot 2021. Zie je een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,5% voor een S&P 500. En de gemiddelde investeerder moet het doen met 3,6%. Dat heeft ermee te maken dat heel veel beleggers zich overschatten. Want deze data is gewoon beschikbaar. Heel veel mensen weten ook dat zelf via aandelen gaan uitpluizen best lastig kan zijn. En dat 95% van de beleggers op de lange termijn de S&P 500... 500 niet kan verslaan, maar nog zijn er heel veel beleggers die denken, ja, dan heb je het over de, inderdaad 5%, maar ik ben beter dan de gemiddelde belegger. Maar als je inderdaad ziet wat het resultaat is van de gemiddelde belegger, is het gewoon zo dat heel veel mensen gigantisch veel rendement laten links liggen, omdat ze simpelweg de S&P 500 niet kunnen verslaan. En dat is helemaal geen schande, want de grootste vermogensbeheerders krijgen het ook niet voor elkaar. Vandaar dus dat Warren Buffett ook aangeeft van ja, als je inderdaad kijkt naar een, een goedkope index, van of de wel een ETF. Ja, dat is gewoon heel erg belangrijk voor een overgroot deel van de beleggers. Natuurlijk, er is altijd een klein percentage wat het wel beter doet. Maar dan heb je het vaak over de slimme koppen die er heel veel uren in kunnen stoppen. Misschien meerdere mensen achter hebben die overal in zijn gespecialiseerd. En als je zelf twee uurtjes de tijd hebt op een vrijdag, een keer een uurtje op een zaterdag. Dan wordt het wel heel erg lastig om dat soort resultaten te nadenken, Want ja, daar is gewoon heel veel tijd en heel veel kennis voor nodig. En dan heb je nog niet de zekerheid dat je. Je de SP500 kan verslaan, want ook 90% van de vermogensbedrijven kunnen de SP500 op de lange termijn gewoon niet verslaan. Daarom is het geheim achter succesvol beleggen helemaal niet zo moeilijk. Maar vaak wordt er wel moeilijk over gedaan, want er wordt heel veel geld mee verdiend. Want mensen die misschien een erfenis krijgen of meer gaan verdienen en hebben geen idee hoe beleg in elkaar zit, misschien heb je er heel veel kennis voor nodig, heel veel geld, die stappen al snel naar een vermogensbeheerder of naar een bank waar ze toevallig al een rekening hebben en denken: Weet je wat, ik geef het stokje wel af, laat het maar over aan de expert. En op een gegeven moment, misschien laten we zeggen over de komende 30 jaar, is er een gemiddeld jaarlijks rendement van 6%. Je hebt behoorlijk wat geld opgebouwd. En denk jezelf: nou, dat heb ik toch prima voor elkaar gekregen. Niet wetende dat als je bijvoorbeeld tegen in een S&P 500 had gestopt, dat je misschien wel 8 of 9% rendement op jaarbasis had ontvangen. En dat de kosten ook vele malen lager lagen. Dus het is vaak zo dat mensen wel een mooi resultaat kunnen zien met bijvoorbeeld beheerd beleggen. Maar dat had zoveel beter kunnen zijn. Want het is natuurlijk zo, deze compound calculator heb ik wel, Vaker bijgepakt dat SP 500 zo'n 8% rendement geeft op jaarlijkse basis. Natuurlijk geen garantie, maar dit is puur gebaseerd op de laatste 50 à 100 jaar. Stel je voor je bent 30, dan heb je dus nog zo'n 37 jaar te gaan. Totdat je met pensioen gaat. 38 jaar het ligt natuurlijk een beetje aan tegen die tijd, wat dan de pensioenleeftijd is. Ik ga dus niet inschatten dat je nu 18 bent. Ik ga dus ietsjes verder omhoog zitten dat je zo rond de 30 bent. Dan heb je dus nog een hele lange tijd te gaan tot je pensioen. En stel je voor, je denkt, nou, 200 euro, dat moet wel lukken. En vervolgens verhoog je jaarlijks dat bedrag met 2%. Want 200 euro nu, of over 35 jaar, is natuurlijk een heel groot verschil. Dus dan hou er gewoon een inflatiepercentage aan van 2%. En dan kan je natuurlijk gewoon even zien van wat komt er daadwerkelijk uit, uh, uit deze cijfers. Dan zie je dus dat je in een fase van 37 jaar een belegd vermogen opbouwt van 673.000 euro. En als je kijkt van wat is daadwerkelijk je eigen investering, dan heb je het over 129.000 euro. Dus het rendement is 543.000 euro. Dat is natuurlijk gigantisch. En dat is dus inderdaad niet een bedrag dat je denkt, ik heb 20 à 50 miljoen geld. Daar hoef ik nooit meer over na te denken. Dat soort bedragen zijn met beleggen gewoon onrealistisch. Daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Natuurlijk, je kan ook denken: van nou, weet je wat, ik ga lekker 2000 euro doen. En dan ga ik even kijken wat er dan het resultaat is. Ja, dan kom je inderdaad uit op meerdere miljoenen. Maar dan moet je jezelf ook afvragen: van is 2000 euro per maand 37 jaar lang daadwerkelijk realistisch? Dat denk ik niet. En op dit kanaal wil ik ook altijd een realistisch beeld schetsen van beleggen. En bijvoorbeeld 200 euro is denk ik voor heel veel mensen wel te doen. Kijk, ben je 18 jaar, die gaat net beginnen met werk. Dan kan je misschien nog meer beleggen. Dat klinkt misschien een beetje raar omdat je dan niet zoveel verdient. Maar dan woon je bijvoorbeeld nog bij je ouders. Dan is het natuurlijk nog wel wat meer mogelijk. Alleen is het natuurlijk op die leeftijd ook belangrijk dat je daadwerkelijk gaat genieten van je jeugd. Maar het is natuurlijk ook zo dat je naarmate je ouder wordt, je bent op een gegeven moment, bijvoorbeeld in dit voorbeeld een jaar of 30, dan denk ik dat 200 euro echt wel te doen is. En dat zorgt dus voor een gigantisch vermogen tegen de tijd dat je met pensioen gaat. En tegen die tijd heb je natuurlijk ook een pensioen opgebouwd via je werkgever. Je hebt een AOW. Opgebouwd, maar daar wil je natuurlijk nooit van uitgaan. Daar is het gewoon een groot risico in. Vandaar dat het altijd belangrijk is om er ook voor te zorgen dat je zelf wat opbouwt. Sommige mensen kiezen misschien voor vastgoed, dat ze denken: ik ga een huisje kopen. Binnen 30 jaar is dat afbetaald. In die fase is het ook zo dat ik daar mensen in heb wonen, dus ik heb al daadwerkelijk rendement maand op maand. En omgeven is dat huis afbetaald en ik blijf er geld mee verdienen. Sommige mensen denken: nou weet je wat, al dat gedoe met een huis verhuren en zeker met de nieuwe wetgeving wordt dat steeds moeilijker en lastiger. Weet je wat, ik ga gewoon beleggen in een gespreide ETF. En ik pak me 7 of 8% per jaar. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om in te zien dat er niet een gigantisch geheim zit achter het succesvol beleggen. Het is vaak gewoon vanuit jezelf het gaan doen en blijven volhouden. Natuurlijk, je moet inderdaad wat video's kijken, je moet wat artikelen lezen, je moet je ergens in verdiepen. Je kan er niet blind instappen. En denken ik koop maar links en rechts wat. Er gaat inderdaad wel wat tijd in zitten. Maar het is ook niet zo dat je drie jaar naar school moet voordat je je eerste belegging kan doen. Binnen twee à drie weken denk ik dat je de basis al begrijpt en dan kan je langzaam en zeker de eerste stapjes zetten. En die eerste stapjes zijn gewoon heel erg belangrijk, want hoe eerder je ze zet, hoe beter het rendement. Want het rendement wordt namelijk vooral behaald doordat je zelfs de tijd geeft. Want dan is op een gegeven moment sprake van rendement over rendement. En dat is een fantastisch sneeuwbaleffect, waardoor het dan in de laatste jaren hartstikke hard gaat. Dus hoe eerder je begint, hoe beter, maar dat begint dus allemaal bij jezelf. Er is geen succesformule of dat je inderdaad een e-mail krijgt van iemand die gegarandeerd de markt kan verslaan en als jij 100 euro betaalt zal de methode worden uitgelegd. Je moet jezelf afvragen, als iemand in staat is om de markt heel makkelijk te verslaan, waarom zou die persoon dan jouw 100 euro nodig hebben voor bijvoorbeeld een cursus of voor een e-book? Dan moet je, je bij jezelf afvragen van nou, als ik inderdaad in staat ben om 15 tot 20 procent rendement op jaarbasis te behalen. Dan ga ik gewoon een firm beginnen en op een gegeven moment komen de investeerders binnen. En als je dan nou kijkt naar de fees die je ontvangt, ben je binnen no time multimiljonair. Dus altijd oppassen voor de ja, gebruikelijke verhaaltjes dat een cursus je financieel onafhankelijk gaat maken. Natuurlijk, er zitten altijd wel wat cursussen tussen die je daadwerkelijk op weg kunnen helpen. Maar je moet het vooral zelf doen. En zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. Natuurlijk, je moet er wat tijd in stoppen. Je moet het daadwerkelijk volhouden. Maar als je echt kijkt naar vermogen opbouwen... Ja, dat moet je echt helemaal zelf doen en dat hoeft dus helemaal niet zo moeilijk te zijn. En met dit soort video's hoop ik er dus ook voor te zorgen dat mensen ook gaan beginnen met beleggen en inzien dat het niet moeilijk is, dat het niet heel veel tijd hoeft te kosten, dat er niet gigantische bedragen voor nodig zijn en dat ze langzaam maar zeker een vermogen aan het opbouwen zijn. Want het zal natuurlijk fantastisch zijn als je nu 30 bent en dat je tegen de tijd dat je met pensioen kan op dat moment een serieus vermogen hebt opgebouwd door te gaan beleggen en dat je op dat moment je financieel geen zorg meer hoeft te maken, dat zal natuurlijk fantastisch zijn, al is het altijd nog belangrijk om ook nu te genieten. Dat wil ik even uh, meegeven aan het einde van deze video. Stel je voor: je kan net 200 euro investeren, en voor de rest is het dan echt helemaal niks mogelijk. Misschien verstandig om het dan toch te houden bij 150 euro. Want hoe langer je het volhoudt, hoe beter. Je kan veel beter 37 jaar lang 150 euro per maand beleggen, dan drie jaar lang 200 euro per maand het niet volhouden en dan opgeven. Dus altijd in het achterhoofd houden dat nu genieten ook belangrijk is. Maar je moet ook niet denken: nou weet je wat, dat uh, mijn financiële toekomst, dat komt later wel. Dat is nu ook belangrijk. Dus een goede balans daarin vinden is gewoon belangrijk. Voor nu kom wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.